Holy Moses. Dat is precies wat Lian dacht toen ze het gazon zag. De boosdoener wilde zwijnen. Ja, je weet inmiddels als iets omgewoeld is echt, ja, dan heeft daar een zwijnensnuit in gezeten. Dat doet alleen de zwijn. De zwijnen zijn waarschijnlijk op zoek geweest naar larven van meikevers. Ja, het is niet even een snuitje wat de grond in is gegaan. Ja, ze hebben gewoon lekker het hele gazon omgeploegd. En de zwijnen zijn zo tekeer gegaan dat het gazon ook niet meer te redden is. Dus het is niet meer gewoon even bij te zaaien en het groeit weer vlak aan. Nee, we moeten het echt omploegen, weer egaliseren en inzaaien. En ja, dat jaagt ons toch wel weer op kosten. Van meer dan 2000 euro. En er is nog een ander probleem. Want we krijgen zo meteen weer nieuwe vakantiegasten. En ja, dan hoort er dit plaatje vanaf nu even bij. Gelukkig kunnen de gasten wel genieten van de rest van het uitzicht.